Iedereen is er nog steeds weg van. En daarom is het alweer de 12e keer dat in de Meervaart de Beatledag wordt gehouden. En aangezien wij bij LTV er ook allemaal weg van zijn, konden wij deze dag natuurlijk niet missen. Waarom organiseer je nou zo'n dag? Omdat er belangstelling voor is. Ik denk dat dat een heel simpel antwoord is. Maar om de mensen die er belangstelling voor hebben de mogelijkheid te geven elk jaar naar elkaar toe te komen. Al puur fans komen bij elkaar en kunnen met elkaar van gedachten wisselen. Kunnen eens horen hoe de gasten die we uitnodigen, zoals vandaag hebben we dan Alistair Taylor, de rechterhand van Brian Epstein, hier gehad. Hij heeft een interview gedaan op het podium. Nou, dan hoor je eens eigenlijk uit de eerste hand hoe het is en hoe het is geweest. There are places I remember. And they were dreadful. I mean, it was sweaty, it was horrible. And the sound literally was hitting, you could feel it hitting your chest. And Brian and I sat there listening to this. And it was something is there, right? They were bad, they were unmusical, they looked awful. The place was dreadful, and it was a total disaster, right? End of the world. And when they came off, and the one thing that got me, toward the end, we only heard about five numbers, and it was things like Twist and Shout, which is still my favorite Beatle record. I love. People say, you know, they're always amazed when they say, what's your favorite Beatle track? And I say, Twist and Shout. It's not even a Lennon McCartney number, you know, but to me it is the only track they ever laid down which sounds like they sounded that day. It is so awful. I mean, it's a terrible record. Listen to it, it's awful. There was another pause while he had another slice of avocado, and he said, tell you what, Alistair, he said, if we do this, I will give you 2.5% of the Beatles' income. And I sat there and I said, Brian, no. No way. It's going to take money. I can't put any money in. He said, I'm not asking for you to put any money in. But, you know, you can have a percentage of the Beatles' income. And I said, no, 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 Brian, no way am I taking a percentage. Give me a better salary and I'll come with you, but I'm not taking a percentage. Can you imagine 30 years on, 2.5%? your wife can. And I said, no. So there you are. That's a long, boring story. I'm not boring you, am I, hope? Your nickname is Mr. Fix-It. Is that true? That's right. The boys, that was the boys' own name for me, was Mr. Fix-It. Because although my official title was general manager, I used to do the crazy things, the impossibles. You know, they came and say, can I have an island, right? And you don't just buy an island. But I did. I bought them two, one in Greece, one in Ireland. So they, if it was impossible, they would come to me. So they called me Mr. Fix-It. I could fix it, and I did. I was never beaten. Tell us more what you've done exactly for the Beatles, and with the Beatles, of course. Well, everything, really, from buying a packet of cigarettes. Because bear in mind, if you think back to the height of Beatlemania, they couldn't
go out to the corner shop and buy a packet of cigarettes. Like, you can, I can, anybody can. So somebody had to organize all this. So, but it really went from literally cigarettes to an island, to a house. You know, I mean, George came to me one day and he came waltzing into Apple and said, I want to live in a church, right? Now, this guy wants, George Harrison wants to live in a church, right? He told you why? Oh, yeah, you know, it's like, why not? So I said, yeah, okay, George, but you can't just go and buy a church, right? So I spent about 6-7 weeks finding out how you've got a church, how you could buy it, what you had to do. And finally, I got three churches, right? And I called him up and I said, okay, George, you're coming in the office. And he sat down and I said, okay, there you go. There's three churches that you can have any one of these that you want. And he looked at me and he said, what are you talking about? And I said, well, you want to live in a church. And he said, oh, no, I want a windmill now. He'd forgotten about living in a church. It was like 7 weeks gone, you know. And that was the boys. It sounds a little bit spoiled. Am I wrong? Yeah, of course they were. Come on, of course they were. But it wasn't so much spoil, but somebody had to, because they couldn't go out, right? So, yeah, they were spoiled, I suppose. But then how could they go and do what they wanted to do? You know, so it looks as if they were spoiled. And in fact, it wasn't. What it was like to be in the middle of this is ridiculous, really. And I hope at conventions like today is that somehow I'm not interested in dates or what happened on such and such a day in such a year. What I want to try and do is just pass over to fans what it was really like being there, the feeling, the atmosphere. It was something else. Bear in mind, okay, I'm here, I'm in Amsterdam, and I've done Beatle conventions in America and in France and in London. But basically, I was a tiny, tiny cog, right? It was a whole thing. Okay, I'm the guy that signed the contract, that persuaded Brian Epstein to sign them up and manage them. But what is that compared with Beatle music? I am a speck in the ocean, right? You wrote a book. Yeah, why? Because I got fed up with people writing books who never knew them, didn't meet them, didn't understand them. And they were all negative. They were all on about drugs and birds and booze and Brian being homosexual. And I got so very, very fed up with this that I went to America. I did my first ever Beatle convention in America, in New York. And I'd never done this before, ever. And somebody in the audience said, you know, why don't you write a book like the way you've talked to us today? And I thought, well, why not? Let's just say, and all I am saying is, hey, world, yeah, Brian was homosexual. The boys did take drugs. They did booze. They did have girls in their room. It all happened. But what I'm saying is, hey, we also had fun. And that, to me, is what Beatlemania, call it what you like, to me, the boys gave the world so much fun. And here we are. Today, we're having fun. What the hell? That they had drugs and they had girls and they had booze. Just think of the music they created. Thirsty for all the public safety. Sorry?
20 gulden lijkt me acceptabel. 20 gulden, die van 25 gulden. 25 gulden daarachterin. Niet meer dan 25 gulden. Jij bent Beatle-fan? Min of meer, ja. Ik heb in ieder geval alle platen van de Beatles en zelfs wat bootlegs. Dus je kunt me fan noemen. Vind je de muziek van de Beatles ook zo langzamerhand niet een beetje uitgekoud? Het is niet zo dat ik alleen maar Beatles muziek draai, nee. Ik draai ook gewoon dingen die nu uitkomen. Wanneer ben jij voor de Beatles gevallen? Het is mij letterlijk met de paplepel ingegoten. Ik ben 31, dat betekent dat ik in 1959 geboren ben. En mijn moeder had thuis naast de box een bandrecorder staan met 3 uur Beatles muziek. En daarmee hield ze mij altijd heel rustig. Dus dat was toen ik een jaar of 3, 4 was. Dat was net de tijd waarin de Beatles groot werden. Dus ik ben ermee opgegroeid. Ik weet niet beter als die muziek was er. Ze zeggen wel eens dat de Beatles charisma hebben. Kun jij uitleggen wat het precies is? Ze straalde iets uit wat heel vrolijk was. Maar om dat nou charisma te noemen, met charisma versta ik eerder dat wat de Stones hadden. Dat iets van gevaar uitstralen. Jimi Hendrix had dat. Sommige mensen hebben dat nu ook. Prince heeft dat bijvoorbeeld wel een beetje. Er zijn verschillende aspecten aan het fenomeen de Beatles, hè? Composities, live optredens, lange haren. Welk aspect vind jij nou het leukste? De composities. Ik vind die liedjes echt op een aantal uitzonderingen vind ik bijna allemaal fantastisch. Echt, geweldig geschreven. Als geen ander verstaan zij de kunst om in 2,5 minuten echt een heel duidelijk gevoel over te brengen. En ik denk dat dat ook maakt dat de Beatles nog steeds dit teweeg brengen. Vind je die muziek ook niet zo langzamerhand een beetje uitgekoud? Nee, dit is nou echt tijdloze muziek. Dat kan je altijd blijven draaien. Dat heeft een bepaalde uitstraling. Het is vrij melodieus. Dat kan je nu draaien, maar kan je over 20 jaar nog blijven draaien. Ieder jaar op zaterdag is er een Beatles dag in de Meervaart. Ja, dat klopt. Jij als trouwe fan, jij bent er ieder jaar? Ik ben er vanaf 1980 elk jaar bij geweest, ja. Hoe lang ben jij al Beatle-fan? Vanaf 1964. Hoe kwam dat zo? In februari 1964 kreeg een neef van mij die iets ouder was. Een paar singles van de Beatles. En toen was ik verkocht. Ik weet niet waarom, maar ik was verkocht. Ja, het is moeilijk om smaak te verklaren, hè? Ja. Ja. Wat doe je allemaal op zo'n Beatle-dag? Ik probeer iets te verkopen. Ik heb een paar oude LP's die ik kan verkopen. Alles wat op CD is, probeer ik op LP dus kwijt te raken. En probeer ik wat voor terug te kopen ook. Vind je het niet zonde om je oude LP's te verkopen? Nee, ik ben niet nostalgisch. Ik weet dat LP's hebben een bepaalde waarde en die zullen ook wel in waarde vermeerderen. Maar alles wat ik eventueel op CD kan kopen, dat koop ik op CD door de LP's te verkopen. Hanna, hoe lang ben jij Beatle-fan? Anderhalf jaar. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik was naar zijn concert geweest van Paul McCartney. En dat vond ik zo gaaf aan het einde. Dus ben gaan luisteren en zo. Eerst platen uit de Beep en die vond ik heel goed allemaal. Dus toen ben ik ze allemaal gaan luisteren en sindsdien ben ik gewoon helemaal fan. Wat houdt het in, fan zijn? De hele dag naar de muziek luisteren. Ik ben lid van de Paul McCartney fanclub. En veel kijken naar plaatjes van ze en zo en boeken kijken en zo. Krijg je niet een punthoofd van de hele dag luisteren naar dezelfde soort muziek? Nee, mijn ouders wel, maar ik niet. En Sylvia, hoe komt het dat jij Beatle-fan bent? Mijn zus was al heel lang Beatle-fan, dus ik langzamerhand ook na het concert van Paul McCartney. En George Michael, wat vinden jullie daarvan? Slecht. Waarom? Ja, als je dat vergelijkt met Beatle-muziek, dan is hij gewoon heel slecht. Zijn jullie stiekem ook een beetje verliefd op de Beatles, op een paar van die jongens? Nee, dat niet. Ik niet tenminste. Nou, en jij? Nou, misschien. Op wie? George Harrison vind ik wel erg leuk. En jij vindt de zoon leuk? Ja, van Paul, James, hè, daar ga ik mee trouwen. Wat doe je allemaal op zo'n dag als vandaag? Kopen. Wat? Ja, ik heb posters gekocht en een cd. Een boek, allemaal boeken en zo. Kaarten, handtekeningen gevraagd. En jij? Nou, ook posters kopen. Ik heb haast niks. Ik heb maar 1 poster, dus ik moest echt alles kopen, ja. He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have
about the job, what can I tell you? I was taken on the job, it was all about trust and loyalty. I'd done many things, I drove them. Then on the, when they were filming Help, John invited me to join them as a roadie. And I'd done two world tours with them. I'd done everything. I made the tea, I cleaned the shoes, I got the cigarettes, I got the food. I'd done everything in the small unit that we were. There were just three people, Neil Aspinall, Mal Evans and Alf Bicknell, from 1964 to 1966. And it was all about trust. How was your relationship with them? My relationship was special because I still have great contact with Paul McCartney. And in fact, I had a reunion with Paul just last year. And on Wednesday of this week, I received a letter from him saying about how pleased he was with the reports that he'd heard, the way that I'm representing, the way that I'm now talking about the Beatles. I'm not done an expose, I'm talking about friends that I have respect for and love for and loyalty, and I'm a big Beatle fan, and they respect and love me as well. So you are very happy today. Yes, absolutely. I've waited 20 years, and in the last car, I was here last year, but I'd done nothing. I've been pestered by newspapers for about 20 years saying, would I write about the Beatles? Would I do this for the Beatles? And I say no. All the time, I would refuse to do it. And I just, why? Because of loyalty and love of the Beatles. Everybody is easy for people to sort of talk about very famous people. And whenever they talk about famous people, they always have something nasty to say. What I'm talking about now is I'm talking about a legend called the Beatles, John, Paul, George and Ringo. And they all are friends of mine. So therefore, what I do with great love and loyalty to the Beatles. Many thanks. Thank you. Zo, ons programma zit er weer op. Maar we herhalen dit programma tot 4 uur vanmiddag. Want van 4 tot 6 hebben de kinderen hun tijd geëist. Dan zenden wij namelijk het programma van 5 tot 11 uit. En na 6 uur zijn wij er weer tot 8 uur vanavond. Ik wens u nog heel veel kijkplezier en tot de volgende week.